Wolfsburg is een club met potentieel. Ik denk dat hier veel goede dingen kunnen gebeuren. Het is een jonge ploeg. Dus ik denk dat dat wel de volgende jaren beter kan. Het is altijd aanpassen, nieuwe mensen, andere mentaliteit. Maar ik denk dat ik geen problemen heb. Ik heb tot nu toe bijna alles gespeeld. Na toch weinig te spelen. En het niveau is redelijk goed, dus ik heb geen klachten. Ik heb een goede tijd gehad in Chelsea, in Londen. Ik heb me geamuseerd. Maar het belangrijkste is dat je voetbal kunt spelen in het weekend of als het match is. En dat deed ik niet. Voor mij niet genoeg. En, ja, daarom heb ik ook die keuze gemaakt om terug te gaan voetballen. En ik ben een speler die heel veel moet spelen en gewoon gelukkig moet zijn. Als ik gelukkig ben overal, dan speel ik sowieso beter. Als ik met plezier naar training kom, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je altijd beter gaat spelen. Als speler kun je in elke competitie spelen. Zolang dat je een goed niveau haalt of bij een goede ploeg op dat moment zit of waar het goed draait. Het kan zijn dat je overal top kunt zijn. Maar oké, ik denk op dit moment zit ik goed hier en denk wel dat de Bundesliga bij mij past. Ja, Kevin De Bruyne, ik vind die goed. Hij is een goede man. Weil ich kenne ihn auch von Bremen. Der hat auch gut gespielt da. Deswegen kann er auch ein guter Fußballer sein. Ne? Wir hoffen, dass es besser wird. Und Wolfsburg ein bisschen Oberliga. Ik denk dat ik altijd wel dat verwachtingspatroon heb van de mensen dat ik het verschil moet maken. Maakt niet uit waar ik speel. Ik heb dat zelf bij de nationale ploeg, waar ik dan misschien in een van de mindere clubs speel vergeleken met anderen. Maar ik ben gewoon iemand die altijd mijn best doet. En door mijn prestaties denk ik dat ik ook mijn eigen lat zo hoog zet. En dat ik zoveel geld heb gekost, bij wijze van spreken, je m'en fout. Voor mij is het belangrijkste dat ik kan voetballen. En zolang dat ik mijn best doe, kan niemand mij toch verwijten op dat gebied. Dus dat is altijd mijn eerste regel in mijn hoofd. Ik denk dat mijn meeste matchen tot nu toe wel goed waren. Misschien qua statistiek gericht waren het nog niet altijd alles, maar ik ben wel heel vaak betrokken bij veel goals. Misschien niet de goal of de assist zelf, maar meestal actie opzetten. En dat is voor mij het belangrijkste. Ja, deze stadion is niet te groot. Allee, naar Duitse normen toe, als je deze in België zet, is dat natuurlijk top. Ik denk 30.000, 32.000 man kan erin. Het is niet naar Chelsea normen, maar het is beter dan in België. Dus geen reden tot klagen. Ja, Wolfsburg heeft meer rustige supporters, denk ik. Vergeleken met anderen die wel heel zwaar tekeren, zoals Dortmund en Frankfurt en zo. Maar ik denk dat dat ook te zien heeft met de stad. Het is een kleine stad. Veel mensen zelf die voor Volkswagen werken. Als je op de bank kijkt, 95% van de auto's zijn Volkswagen. Ja, je ziet het overal. Het heeft daarmee te maken. Het is van de club en het is ook van de stad, bij wijze van spreken. Ja, na training, meestal ga ik dan gewoon naar huis. Gewoon rustig thuis. Ja, meestal is dat anderhalf uurtje. Vandaag zal dat maar een goed uurtje zijn of zo. Maar ja, dan ben ik thuis gewoon op mijn gemak. Serie kijken of misschien wat PlayStation spelen, maar iets rustig. Dat is een van de belangrijkste dingen, dat je goed uitgerust bent, want het kan soms zwaar zijn. Ik heb tot nu toe altijd op hotel verbleven, tot anderhalve week geleden. Dus ik heb nu een huis gevonden. Ik moest een redelijk groot huis hebben. Met genoeg ruimte, vooral als vrienden en familie komen, dat ik plaats genoeg heb. Want het is toch belangrijk dat je nog wat rust hebt in je huis, terwijl dat er veel volk is. Natuurlijk, tijdens de week is hier niemand. Dan is het soms een beetje, bij wijze van spreken, saai. Maar in het weekend komt er dan wel volk en ik ga af en toe naar België. Dus, proper is hier nog niet, hè? Zo proper is hier echt nog niet. Dat is niet goed. De belangrijkste spullen staan er, dus zetel, bed, tafel en tv en zo staat er allemaal. Maar nog niet de kasten, dus dat ik alles kan opruimen, maar
dat het nog allemaal veilig opgeborgen en dat het niet te veel lijkt. Want ik heb dan niet zo graag dat hier gelijk alles zo moet van mij redelijk proper zijn, wat op het moment nog niet zo is. Allee, nog even. Maar ik ben blij dat ik iets heb. Dat is het belangrijkste. Dus als ik daar, dan is het allemaal in orde. Alleen, dat kan soms saai zijn, maar ja, af en toe moet het. Hè. Ik probeer maar gewoon wat PlayStation speel, gewoon op mijn gemak te zijn. Dat is rust bij wijze van spreken. Dus het heeft geen nut om op de club te zijn alleen, want iedereen is naar huis en je hebt daar toch niks te doen. Dus zover is het ook niet rijden. Dus, ik heb nu hier wel Junior, Malanda en Perisic die ik kende. Dus met die twee kom ik wel af en toe. Junior, we komen wel regelmatig bij elkaar. Maar voor de rest zit je redelijk alleen en ja, dat is af en toe minder, maar aan je moet. Ik denk dat je niet altijd te veel moet nadenken over dit en dat. Ja, als ik een goed gevoel hier heb bij Wolfsburg, heb ik hier ook gewoon getekend. Oké, lukt het niet, maar ik denk dat het wel zal lukken, dus geen probleem.